Een trein rijdt op sporen of rails. Zijn stopafstand is heel lang en hij kan nooit uitwijken. Daarom moet je voorzichtig zijn als je een overweg nadert en goed rekening houden met de borden en signalisatie. 4 borden verduidelijken iets over de overweg die je nadert. Dit bord, dat bij de overweg staat, zegt dat het een overweg is met een enkel spoor. En dit bord zegt dat er 2 of meer sporen zijn. Staat 150 meter voor een overweg dit bord, dan weet je dat er geen slagbomen zullen zijn om het verkeer tegen te houden. En dit bord zegt dat het wel een overweg met slagbomen is. Het bord moet op 150 meter voor de overweg geplaatst worden. Dit onderbord was dus eigenlijk overbodig. Knippert het maanwit licht, dan is er geen trein in aantocht en mag je over de overweg rijden. Hoor je het geluid zijn en of knipperen de rode lichten, dan mag je je niet op de overweg begeven. Nog vlug over een overweg rijden terwijl de slagbomen al naar beneden gaan, is trouwens een ernstige overtreding waarbij je rijbewijs onmiddellijk kan ingetrokken worden. Bestuurders die het toch riskeren, eindigen hun uitstap vaak zo. Dit bord zegt dat de tram op een bijzondere overrijdbare bedding rijdt. Daarop mag je met de auto niet rijden, niet stilstaan of niet parkeren. Een onderbord geeft aan wanneer sommige bestuurders het wel mogen. Met een auto mag je een bijzondere overrijdbare bedding dwarsen om je eigendom of een parking te kunnen bereiken of omheen een hindernis te rijden. Een dambordmarkering duidt de plaats aan waar bestuurders op kruispunten over de bijzondere overrijdbare bedding kunnen rijden. Soms liggen tramsporen ook in de rijbaan. Dit bord verwittigt bestuurders dat er een kruising is van een openbare weg door 1 of meerdere in de rijbaan aangelegde sporen. Een tram volgt de verkeersregels niet. Hij heeft altijd voorrang. De trambestuurder moet enkel rekening houden met de bevelen van een bevoegd persoon en met de verkeerslichten. Deze borden geven aan dat er een speciale strook voor bussen is. Daarop mag je met een auto niet parkeren. Je mag er nabij een kruispunt wel even oprijden als je naar links of rechts wil afslaan. Ook hier kunnen onderborden aangeven wanneer sommige bestuurders wel op een busstrook mogen rijden. Ik wijs nog even op het verschil tussen deze 2 borden. Is er een doorlopende witte streep, dan is het een bijzondere overrijdbare bedding. Zie je een onderbroken witte streep, dan is het een busstrook, zoals we in het tweede filmpje al hebben besproken. Over een bushalte mag je wel rijden. Je mag er ook even stilstaan om iemand te laten in- of uitstappen. Maar er blijven wachten tot de bus komt, wat parkeren is, mag uiteraard niet. Een bushalte is vaak aangeduid door een wegmarkering. Is dat echter niet het geval, dan mag je niet parkeren tot op 15 meter voor of voorbij het bord dat de bushalte aanduidt. Tot slot vermeld ik nog dat je moet voorrang verlenen aan een bus die binnen de bebouwde kom de bushalte verlaat als de richtingsaanwijzer brandt. Buiten de bebouwde kom moet je geen voorrang verlenen aan een bus die de halte verlaat.